Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Echt een goede morgen. Het is nu 8:30. Even kijken. Het is nu 39, oftewel 9:50. Ja, lekker vroeg begonnen deze keer. Waarom? Om de doodeenvoudige reden. We hebben straks een oefenwedstrijd. En die is vroeg ingepland. Oftewel 11:30 gaan wij een wedstrijdje spelen, een oefenwedstrijdje spelen tegen Kwik 1888 uit Nijmegen. En die gaan we vroeg spelen. 11:30. Aanvang wedstrijd. Dus we moeten weer vroeg bij zijn vandaag. En of dat het al dan niet bewust is of niet, dat weet ik dus van me niet. Of dat wij zeg maar de tijd vroeg hebben gezet. Omdat er natuurlijk vanmiddag iets mogelijks groots te gebeuren staat. Oftewel, Max kan kampioen worden. Go Max. Dus ja, dat willen we natuurlijk, tenminste, ik weet niet of dat het zo is. Het kan ook goed zijn dat het gewoon puur de tijd is. Ik weet niet of dat er rekening mee gehouden is, ja of nee. Whatever, in ieder geval, het zit erin dat we in ieder geval kunnen gaan kijken. En ja, dat vind ik top. Vind ik top. Ik ben benieuwd wat het gaat worden of dat Max inderdaad de allereerste Nederlandse Formule 1 kampioen wordt. Het is sowieso wel historisch dat hij eerste staat samen met Hamilton. Hamilton. En dus dat is sowieso wel bijzonder. Maar het meest bijzondere is natuurlijk dat er mogelijkheid bestaat dat hij ook eens een keer wereldkampioen kan worden. Helemaal super. Dus dat is echt wel, wel leuk. Met dat vooruitzicht. Nou ja, en wat is vandaag geworden? Oh ja, ik heb net uitgelopen. 3 rondjes. Het zat er vandaag, natuurlijk vanwege de tijd, zat er niet in. Nou, zou ik nog eerder moeten beginnen, want het was nog donker toen ik in het bos terecht kwam. Niet dat ik bang ben, maar het is toch raar. Je ziet bijna niks in het bos. Dus een foutje of een misstap is zo gemaakt. Dus veel eerder dan 8:00 vanmorgen in het bos, dat ging niet. En en dan moet ik dus nu ook nog nu naar huis, een dag douchen, omkleden, spullen pakken, eerst een mannen rijden, spullen halen en dan naar Nijmegen, naar Kwik. Dus ik ben benieuwd wat voor wedstrijd dat wordt. Kwik, volgens mij tweede klas. Dus ja, daar doen we natuurlijk altijd de vorm van onderschatting in. Maar ik weet het niet, we wachten gewoon af wat het wordt. Natuurlijk sowieso door dit hele corona gebeuren bijna niet kunnen trainen, nauwelijks kunnen trainen. En dan is de vraag, zijn er mensen bij die het wel bijhouden, die het niet bijhouden? Je weet het allemaal niet. Dus, maar goed, we gaan het zien straks. We gaan het zien. Voor de rest eigenlijk... Wat dat betreft geen andere rare dingen. Nogmaals, natuurlijk, kerst komt eraan. Wel één dingetje. Iets minder heb ik. Happy. Vorige week 1,5 kilo aangekomen. Oei. Maar goed, we zullen het maar ophouden. Het is natuurlijk wel feesttijd. Doordat je ze nu niet meer traint. Ben je ook minder vaak buiten of afgeleid doordat je niet op het veld staat of dingen aan het doen bent. Dus dat liggen wel wat andere oorzaken en natuurlijk ook snoepen. Dat is gewoon een feit. Iets te veel, dus we moeten er weer een beetje aan trekken. Maar goed, als het me niet te veel gaat worden dat ik er straks moeite mee krijg om het er weer af te krijgen, dan vind ik het ook niet erg, dan kan het wel een keer. De boog kan niet altijd gespannen zijn, zeggen ze wel eens. Nou, dan zijn we weer thuis. Dus dan zou ik in ieder geval zeggen, dit was mijn zondagmorgenpraat weer. Ik hoop dat jullie deze keer genoten hebben. Hij was weer iets opgewekter dan de vorige keer. Ik weet niet wat de vorige keer precies was, maar de vorige keer was niet zo een beetje timide zondagje. Dus
Nou, goed, we zullen het wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen, een fijne dag als je die gehad hebt. In ieder geval een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie je volgende week zondag weer terug. Wordt misschien ook lastig, want dan gaan we thuis spelen om 12 uur. Nou, moet eigenlijk wel kunnen. Dat is gewoon thuis. We hoeven geen spullen te pakken, hoeven niet ergens heen te rijden. Dus, nou, dan zeg ik in ieder geval gewoon weer tot volgende week zondag. Met de Zondagmorgen praten hier. Ik zou zeggen, ciao!